We gaan langs bij 024 Vis, de hofleverancier van de Nijmeegse Haringparty. Volgens eigenaar Arjan van der Groep zou de haring nog niet vet genoeg zijn. Ja, we hebben eigenlijk afgelopen voorjaar te maken gehad met een wat kouder voorjaar. Vooral ook in het noorden, Noorwegen, Denemarken. Hierdoor is het water ook wat kouder dan gemiddeld, een aantal temperatuurgraden zeg maar. En daardoor heeft de haring zich niet voldoende kunnen voeden aan plankton. En zou ook niet rond en vet kunnen eten. Dus dat is eigenlijk de reden. Ja, dus om er een juiste Hollandse nieuwe van te kunnen maken, heeft hij dat vetpercentage gewoon echt nodig. Anders wordt het niks. En dat nieuws komt natuurlijk ook rauw op het dak van de organisatie. Op het eerste moment behalen wij als stekker, primair. Dan ga je nadenken. Ik denk, helaas, hoe gaan we het oplossen? We kregen al ingeving van andere mensen, dan moet je gewoon de oudste haai nemen van afgelopen jaar, van dit jaar. Mm-hmm. Daar hebben we ook voor gekozen. En daarmee hebben we besloten, heel vrij snel, we gaan gewoon door. We gaan niet uitzetten. In wezen betekent het niets. De meeste mensen komen hier voor een soort netwerk, voor de sfeer, gezelligheid. En we gaan weer ontmoeten. En de haring, ja, die we nu hebben, die is ook in wezen prima. Ook Arjan is voorbereid en heeft nog voldoende haring tot zijn beschikking. Ja, gelukkig heb ik een goede contacten bij mijn leveranciers. En die hebben een hele mooie partij het hele jaar door voor mij weggezet. En de haring was in 2022 echt uitzonderlijk goed. Die was vol vet en romig. Nou, ik kan hem ook laten zien. Hij is nog mooi rood van binnen. We maken hem super vers schoon. Dus het is nog een topharinkje. En dat topharinkje is dan ook zeker in goede handen. Nou, wij zijn de afgelopen jaren finalist geworden met de Nationale Haringtest. Wij doen het hele proces van A tot Z zelf, dus we kopen de mooiste partijen in. Vervolgens zorgen we dat we ze op de juiste manier laten rijpen en iedere dag vers schoonmaken. We komen iedere dag uit Spaakburg rijden, dus al onze vis nemen we vers mee en daar ook de haring bij. Dus ja, het is een stukje vakmanschap, vers schoonmaken voor de beste kwaliteit. 23 juni is inmiddels de nieuwe startdatum van het haringseizoen, anderhalve week later dan de haringparty. Maar gelukkig draait het daar niet alleen om de haring. Het is puur netwerk, sfeer, maar ik ga het zien.